Hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer een keer met mij mee en dat is even geleden. Ik heb even een paar weken rust gehad, dus helemaal goed. En het is nu donderdagmorgen, ik kom terug uit Frankrijk en jullie gaan nu mee een rondje binnenland. We hebben een rondje hier in de buurt in Brabant, dus we gaan wel zien wat de dag brengt. Nou, bakje koffie gehaald. Dus we kunnen. Nou, ik ben er. Het is ook tenslotte maar 5 kilometer van de zaak. Maar er staan 2 auto's voor het dok en daarna ben ik aan de beurt. Dus even wachten, maar dat geeft niet. Rustig aan. Gauw eens jongens, die auto is zo zwart als de kachel. Ik heb een vracht sneeuw gehad. Terug, maar... Dat zien we eigenlijk. Het is nu donderdagmorgen. Misschien dat ik vanavond even was en anders morgen. Maar het is echt bar en boos. Maar ja, je kan niet altijd schoonhouden in deze tijd van het jaar. Maar vooruit maar. Nou, ondertussen dat ik zat te wachten, is het alweer veranderd. Niks is zo veranderlijk als transport. Maar we gaan toch nog een internationale rit doen. Ik ga zo meteen laden als ik hier klaar ben in Oud-Gastel. Dat is ook niet zo ver. En dan moet ik laden voor Wommelgem. En Wommelgem, dat ligt vlakbij Antwerpen. Dus toch nog een internationaal ritje, jongens. Jongens, ik ben leeg. En die andere jongens die hier net stonden hadden tegen de heftruckchauffeur gezegd van dat ik vlogde, zeg maar. Dus de heftruckchauffeur begon net tegen mij van, joh, waar kan ik het zien dan? Dus ik heb maar even spullen voor me gepakt. En dan, dat geef ik altijd wel weg, vind ik leuk. Zeker als mensen dan enthousiast zijn. Dus dan geven we dat even aan hem. Is toch leuk? Nou, dat ook weer geregeld. En is altijd leuk als mensen positief reageren. Dat is leuk, joh. Nou, dus we gaan nu maar vertrekken naar Oud-Gastel. Jongens, in de vette zien jullie het pittoreske Moerdijk. Ik weet niet of je het goed kunnen zien, maar... Het is natuurlijk allemaal is één groot industriegebied natuurlijk.
plek worden allemaal pallets met meubels ingeladen. Dat zijn de vriendelijke klanten, hè? Chauffeur, ga jij maar een bakje pakken, wij laaien hem. Helemaal top. Zo, dat is ook weer gebeurd. Nou, op naar Wommelgem. Dat is 66 kilometer, dus dat is ook de wereld weer niet uit. Maar dat geeft niet. Dus we gaan nou op het gemakje daarheen. Goed, ik ben even gestopt bij de benzinepomp net voor de grens, bij Berg op Zoom, bij de Wouwse Tol. Hier moet ik de tachograaf even op België vastzetten. Dat is voor cabotage. Want ja, dat heeft eigenlijk mee te maken dat ze willen weten, de controleinstanties, dat als je de grenzen passeert, zeg maar, hoe lang je in een ander land verblijft. Zeg maar, wat je doet en waar de auto zich bevindt. Op zich een goede zaak. Alleen vind ik het wel een beetje vreemd dat ze tegenwoordig alle auto's laten stoppen om dat handmatig in te voeren. Terwijl ja, ze zijn overal met milieurestricties bezig en dergelijke. Maar nu moeten alle vrachtwagens stoppen aan de grens. Dus dat is een beetje tegenstrijdig. Aan de andere kant is wat tegen de cabotage proberen te doen, snap ik. En dat is ook goed. Ja, ik vind het alleen ja, een beetje dubbel. Er is weinig controle op natuurlijk. Maar goed, we hebben het te doen. Dus ja, vandaar dat ik hier stop. En het probleem is ook een beetje dat je gevaarlijke verkeerssituaties creëert. Want kijk, ik stop nu bij een pomp. Ik ga zeker niet op de vluchtstrook staan. Ik weet dat er heel veel chauffeurs zijn. Die zien het bord van België, Duitsland, noem maar op, maakt niet uit, van een ander land. En die stoppen pauw voor het bord. Dat ze dan denken, oh jee, ik moet die landcode veranderen. En dan stoppen ze maar op de vluchtstrook. Maar de regels zijn gewoon de eerstvolgende mogelijkheid. Het maakt niet uit. Het is echt niet zo dat de oma agent 2 meter verderop voorbij de grens staat en jou gelijk eraf had. Oh jee, je hebt de landcode niet ingevoerd. Maar ze komen allemaal vanuit stilstand, komen ze vanuit de vluchtstrook komen ze zo de snelweg weer op. Je creëert echt gevaarlijke situaties en dat vind ik een kwalijke zaak. Dat dat eigenlijk hiermee gecreëerd wordt, dat iedereen even een landcode in moet voeren. En dan nu nog wat. Ik zat van de week toevallig een artikel te lezen daarover. En dat ging over de nieuwe smart tachograaf. En die komt dus in augustus uit. Nu weten ze tegenwoordig overal waar een voertuig zich eigenlijk bevindt. Maar nu blijkt dat met die nieuwe tachograaf dat je alsnog moet gaan stoppen voor die landcode. Dan denk ik, jullie kunnen tegenwoordig alles maken. Alles via satellieten, weet ik veel hoe het allemaal precies zit, zo technisch ben ik niet. Maar dat dat automatisch gebeurt, dat je de grens overgaat, dat het automatisch geregistreerd wordt, dat een voertuig een grens passeert, dat kan niet. Nou ja, en dat vind ik tegenstrijdig met het milieubeleid, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, wie ben ik? Dus we gaan nu even de landcode invoeren. En dan gaan we even kijken of we ook nog kunnen zien wat ik bedoel met dat al die chauffeurs stoppen aan de grens. Zeg maar op de vluchtstrook. Misschien krijg ik het al op beeld. Oh, ik moet natuurlijk wel goed doen, ik zit op mijn camera te letten. Nou, dat is alles. En ja, ik doe het nou 3 kilometer voor de grens. Ja, lekker belangrijk. Of er hier van die auto's staan die dat doen.
normaal gesproken staan ze er altijd overal, nu niet, maar dat zal je altijd zien. Maar we moeten straks nog een keer de grens over, dus dat komt goed. Nou, als ik maar in één keer te bedenken dat niet iedereen natuurlijk weet wat cabotagevervoer is. Ik zal het heel kort uitleggen, want ja, als je het echt wil weten, moet je het opzoeken. Het gaat er eigenlijk om dat veelal auto's uit, nou ja, hoe zou ik dat netjes zeggen, uit lagere lonenlanden. Maanden natuurlijk in andere landen rijden en ook binnenlands vervoer uitvoeren. In bijvoorbeeld Nederland of België, of continu van Nederland naar België rijden zonder in hun eigen land uit te komen. En dat is natuurlijk oneerlijke concurrentie. En daar is dat eigenlijk voor. Dus op zich, dat ze er wat aan proberen te doen, zeg ik niet dat het verkeerd is. Alleen, het klopt niet met de milieuregels, of hoe moet ik dat zeggen. Dat tegenwoordig moet alles schoner en je hebt emissiezones. En het is helemaal niet zo dat ik groen ben of links ben of weet ik veel, helemaal niet. Alleen, ik vind dat gewoon tegenstrijdig. Dus dat probeer ik alleen uit te leggen. Dus eigenlijk, dat is het een beetje. En net zoals met die nieuwe tachograaf ook, dat ik denk van ja, hoe kan dat nou? Dus die regel is ingevoerd. Hoezo kan dat niet dan dat het automatisch gaat? Alles kan tegenwoordig automatisch. Dus dat. Nou, even los, jongens. Gaat niet verkeerd. Ja, daar gaan we weer aan beginnen. Nou, jongens, het volgende hier aan de hand. De stapelaar is leeg. Er waren een aantal pallets uit en
die is nu leeg. Dus ik moet nu wachten tot er weer een beetje stroom in zit. Maar ja, goed. Vooruit, dan wachten we maar even. Nou, we zijn van de pallets af. Het heeft 2,5 uur geduurd. Maar goed, ja, het is niet anders dat het kan gebeuren dat het ding leeg is. Dus we gaan nu terug en dan gaan we nog wat ophalen in Breda. En dan weer naar de zaak. Jawel, het is weer veranderd. Maar dat geeft niet. Ik moet nu naar Moerdijk, dan ga ik koppelen. In plaats van naar Breda, dus ook goed. Dus dan gaan we dat doen. Nou, de landcode weer ingevoerd. Nou jongens, ik heb mijn trailer hier afgekoppeld en deze aangekoppeld en nu ga ik naar de zaak. Dat is altijd wel makkelijk hier, je koppelt gewoon, je hoeft niks te laden, dat staat altijd klaar en helemaal goed. Huip is lekker druk. Ik wil hem eerst wel een beetje van tevoren afspuiten, want als hij zo smerig is, dan doen we dat maar even.
lijkt trouwens al disco op het dak ook, jongens. Vanmorgen brandde er nummer 2. Vanmiddag brandde er 3. En nu branden er weer 4. Ja, dat is de hele tijd zo. Dus ik heb ze vorige week allemaal weer gemaakt. Maar ze blijven continu kapot gaan. Er staat een oude dom boys onderaan. Dus ja, het lijkt inderdaad wel gewoon een soort disco. Nou, hij is weer top schoon, jongens. Lekker. Helemaal goed. Wieltjes zo weer lekker schoon. Helemaal top.